Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto 24 juni 2022. Zo voelt het af en toe wel, of niet? Hè? Door die cryptomarkt heen banjeren. Af en toe sta je over de kop en dan ga je gewoon weer lekker door. Ja. En ik weet niet of het je was opgevallen, maar de goede oplettende kijkers onder jullie hadden natuurlijk al gezien dat dit een vakantievideo was van Meester Crypto. Hè? Dat ben ik daar, ja. Hoezo? En dan geloof je toch niet? Jongen, jongen, jongen. Nou, dan gaan we maar vlug naar Bitcoin toe. Dit is die, dat patroon wat ik de vorige keer al liet zien op de 4 uur kaart. Zitten we een beetje vieze kaart. En we zijn natuurlijk toch benieuwd van gaan we vanaf hier nu verder die zelf krijgen? Of gaan we eerst nog een opleving krijgen de komende maand, 2 maanden? Ik neig naar het laatste, maar ik zie het nog niet terug in de kaart. Komt het op neer? Je ziet op crypto Twitter zie je allerlei accounts die deze inverted head and shoulders posten. He, heb je schouder, hoofd, schouder. Het overtuigt me nog niet. He, je hebt hier wel dat volume van deze sell-off. Je hebt daar nog een keer behoorlijk volume. He, dat dal van die eerste schouder. Hier heb je ook goed volume bij het hoofd. Maar hier die tweede schouder, daar wil ik juist goed volume zien. He, dat er vertrouwen in de markt is. Dat we daarboven gaan, dat er interesse is. Maar die interesse blijft een beetje uit. En als we dan uit deze neckline zouden breken, en die neckline die is gelijktijdig ook deze horizontale weerstand, dan moeten we met overtuiging doorheen breken, wil ik een geloof krijgen dat we nou, toch zeker deze lijn ten eerste gaan testen. We zitten op 23.200 en nou, ik denk dat daarna de eerstvolgende lijn is waar mensen naar gaan kijken. Die zit dan op zo'n 25.200 en een beetje van deze low die we hier gemaakt hebben en tenslotte de range, maar dan zijn we al een paar stapjes verder aan het denken. Hè? En aangezien hier het volume, de interesse lijkt te ontbreken, is natuurlijk heel goed nog een scenario mogelijk dat we dit gebied, waar we eerder interesse hebben getoond, de kopers althans, dat we daar dat opnieuw gaan bezoeken en dat dat dan het maak- of breekpunt is naar verdere zelf direct naar beneden toe of alsnog hier een bounce, higher low. En de komende 2 maanden gaan we richting 30.000-35.000 dromen. Gaan mensen weer instappen, er weer in geloven. En krijgen we uiteindelijk die definitieve sell-off. Natuurlijk is dat niet zeker. En misschien vormt zich hier gaandeweg een bodemformatie. Ja, dus we moeten het per dag eigenlijk bekijken. Het zou in ieder geval goed zijn voor Bitcoin als we boven deze 200 MA op de week daar vrij snel weer gaan geraken. Want dat is natuurlijk een lelijk gezicht als je daar onder zit. Hè? Dat is hier in maart 2020 ook gebeurd. En ook in de bearmarkt. Het dal ervan 2018 heeft die 200 MA per week zich gehouden. Dus nou, laten we daar dan voor bidden. Hè? Voor nu katholiek zijn of moslim of niets van het al. Gewoon bidden dat het ding het gaat houden. Goed voor de markt. Heb je al meegedaan met de Odyssey? Inmiddels, je kunt zien, ik heb meegedaan met die hop. Dat heb ik de vorige keer al gezegd, hè, die hopbrug. Ik heb ook met de cellenbrug meegedaan. Die is hier niet groen, maar dat verklaart zich hierdoor. Hè. Hop en connectie gebruiken het subgraph credential. Dan krijg je real-time update op dit kaartje. En die andere gebruiken CSV. Die zal menigeen wel kennen van de Excel-bestanden. In ieder geval, ik ben aan het wachten. Available eentje met dit adres althans. En de claimperiode die staat 27 juni. Ja, dus hou dat gewoon mee in de gaten. En je kunt hier zien, HOP protocol staat duidelijk bovenaan met betrekking tot meest gebruikte brug voor Arbitrum. En dus dat levert je die extra NFT straks op. Dus dat HOP protocol, dat wil je in ieder geval gebruikt hebben. Nou, geen bearmarkt zonder bearmarkt ellende, bearmarkt nieuws, crashes, liquidaties, ondernemingen die in de problemen komen, protocollen die crashen, nou, noem maar op. En vandaag is natuurlijk een dag als al die anderen. Want de Harmony Team heeft een diefstal gesignaleerd. Die diefstal stelt niet zoveel voor, hoor, heb ik al geconstateerd. We hebben het hier over $100 aan MM-token. Nou, ik heb niet eens MM-token. Maar ja, toch vervelend voor de mensen die wel dat MM-token natuurlijk zouden hebben. Hè? Die brug die is in ieder geval te pakken genomen. En dat weet je, hè? Bruggen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. En met name bruggen tussen verschillende L1 mainchain blockchains. Dat,
wil hier en daar nog wel eens rammelen. En die hangen vaak aan elkaar met wat multisigs. En dan heb je een aantal mensen die controle hebben uiteindelijk over wat er met die brug gaat gebeuren. En dat is alles behalve nog erg decentraal te noemen. Nou, Coindesk die berichtte er ook al over. Ja, er staat eigenlijk als je op die Ethereum blockchain en je wil naar een andere blockchain toe, worden je tokens op de Ethereum blockchain locked, hè, die worden vastgezet. En bij die, aan de andere kant van die brug, waar je dan naartoe wilt bruggen, daar wordt juist dat token gemint, vrijgemaakt, zodat het kan leven binnen de veiligheidsproporties, de afspraken die gelden op die nieuwe blockchain. En op het moment dat je weer terug gaat, je ziet mijn hand helemaal niet. Op het moment dat je terug gaat, moet je die weer daarin stoppen en dan komt het andere weer vrij op Ethereum. Maar ja, zolang dat hier vast staat, daar gaat dus ergens iets mis tussen die grijpende handen. Ik zie ondertussen al verlangend kijken naar dit prachtige, knuffelige, zachte schepsel. Hij is zacht hoor, ja, dat kan je niet voelen. Dit heeft mijn jongste dochter gemaakt. Mijn jongste dochter is een genie net als ik. Oudste dochter ook hoor, maar jongste dochter heeft dit gemaakt. En ik zie al denken, kan ik dat? Zou ik dat kunnen geven aan mijn kind of mijn kleinkind? Het is te koop. Het is te koop. Slechts 300ste bitcoin. Waar hebben we het dan over? Tenminste, als je een trouwe volger bent van Meester Crypto. Als je toevallig nu net een keertje aan het kijken bent, is die 500ste bitcoin. Dat moet je even aangeven onder de video. Of je trouw bent of toevallig een keer kwam kijken. Maar ja, jij kunt hem dus kopen. En we kunnen er ook nog veel meer maken. Ik kan mijn dochter ja, gewoon dag en nacht aan het werk zetten hoor. Dus ja, er moet er geld in een rijtje komen in de beermarkt. Hè? Dus kinderarbeid is dan nou, binnen zekere grenzen toch al toegestaan, dacht ik. Dus 300ste bitcoin of 500ste bitcoin. Dus we hebben het over $600. Dat is dan een koopje. Hè? Ja, je kunt hem ook voor jezelf kopen. Hij knuffelt heel zacht in bed hoor. Mijn vrouw krijgt een stuk minder aandacht nu in ieder geval. Maar goed, dat is even terzijde. Die brug heb ik verteld. Beermarkt ellende. Jullie wisten al Celsius, hè, grote problemen. Mensen die daar geld hebben neergestopt in de afwachting van hoge rentes die ze zouden krijgen op bijvoorbeeld een bitcoin. Ja, die kunnen daar tot nu toe naar fluiten, kunnen dat niet meer. Hè, Celsius lijkt insolvabel te zijn. En dat zorgt voor een domino effect. Hè, want daarna 3AC had veel bij Celsius uitstaan. En Voyager, die heeft weer bij 3AC uitstaan. En 3AC had ook nog eens een keer heel veel, honderden miljoenen in ieder geval, aan Luna die waardeloos is geworden. Ja, en zo krijg je dus zo'n domino effect. Aandelen van Voyager die zijn 60% gekukeld. Nu dus duidelijk wordt dat 3AC mogelijk helemaal niet die 15.250 bitcoin, 300 miljoen voor de huidige prijzen, en 350 miljoen aan USDC terug zal kunnen betalen. Dat hangt allemaal aan een zijden draadje. En ondertussen heb je Sam Bankman-Fried. Wat is hij eigenlijk aan het doen? Centrale bank aan het spelen of zo. Die probeert alles overeind te houden. Geeft overal dikke sommen geld om vooral die boel eigenlijk aan de gang te houden. En wat is zijn dubbele agenda? En bezit hij straks al die protocollen voor een aanzienlijk deel? Ja, ik weet het niet, maar er gebeuren allerlei dingen daar achter de schermen waar wij geen weet van hebben. Maar ja, in ieder geval ook Voyager, hier staat het, die kreeg krediet van Alameda Research, waar Sam Bankman-Fried nou bij betrokken is. En we hebben het hier over $200 miljoen. En dan ook nog een revolving credit facility voor 15.000 bitcoin. Ja, dan heb je aan de ene kant heb je een super veilig product als bitcoin. En eromheen heb je allerlei, nou ik noem de vorige aflevering al, allerlei menselijke, ja, dat wat al eigenlijk sinds de oudheid bestaat. Hè, menselijke hebzucht en menselijke tovenarij trucjes die veel te veel risico stapelen op iets wat aan zich, ja, geen risico kent of nauwelijks risico kent. En daarmee is het nog niet het einde in zicht natuurlijk, hè? Want dit, ja, stel dat Voyager weer omvalt, wat heeft weer een Voyager geïnvesteerd? Hè? Dat, ik zeg al, dat is dat domino effect. En hebben jullie dit al gezien? Hè? De state ETH ten opzichte van ETH monitor, die staat op 96%. Die moet op 100% eigenlijk staan. Jullie weten, als je
iet gaat steken in het iet 2 contract, dan staat het opgesloten tot na de merge. Dat wil niet zeggen dat je het meteen na de merge krijgt. Nee, zeker niet. En dan duurt het nog een hele poos voordat die staked iet wordt vrijgelaten. Maar dan is je staked iet dus niet liquide. He, je kunt dat geld niet gebruiken, niet voor je laten werken. En natuurlijk is er weer iets voor bedacht. En je kunt die staked iet, dat is die STIET, kun je via Lido Finance, LIDO, kun je die liquide maken. Dan kun je het weer als onderpand bijvoorbeeld ergens onderbrengen. Of je kunt er weer van alles van doen wat binnen DeFi-tovenarij allemaal mogelijk is. Maar dat nu, en trouwens, één iet is één staked iet. Dus dat is niet onderpandig of iets dergelijks. Dat is wel helemaal in lijn. Maar desondanks, die staked iet wordt met een rap tempo van de hand gedaan momenteel. Dat geeft toch iets te kennen van een gebrekkig vertrouwen van investeerders in die merge. Tenminste, dat is de conclusie die ik er een beetje uit trek. En die merge, die is op dit moment weer uitgesteld tot, wat was het, augustus, november ergens in die periode. En we moeten natuurlijk nog maar zien dat dan nog gaat gebeuren. Laatste testnet is wel succesvol verlopen. En dus dat geeft de burger dan weer moed. Maar niet iedereen heeft die moed meer helemaal, lijkt wel. Dus ja, wat zit hierachter? Ik weet het niet, maar ik wou het je in ieder geval eventjes meegeven. Wat weten zij? Wat wij misschien nog niet weten. Nou, dan is er nog, wat betreft NFT's, zie je dat NFT's steeds meer mainstream worden. M&M en Snoop Dogg, die hebben een video uitgebracht met hier is hij net afgelopen. Maar goed, met die Bored Ape Yacht Club. Daar hebben ze bewegende figuren van gemaakt op deze manier. En die videoclip die is 24 juni uitgekomen. Nou ja, misschien interessant voor je. Misschien interesseert het je helemaal geen oempapa. Hè? Mag jij weten. En wat vind je van Ronaldo? Hè? Ronaldo die blijkt ook een NFT-expert te zijn. Hij gaat NFT's maken voor Binance. Althans, met de beeldenis van Ronaldo, dan zal het een en ander aan NFT's gebeuren. En die zijn dan exclusief op Binance verkrijgbaar. Misschien zijn ze straks helemaal geen jotenmaat. Weet ik veel. Maar ja, NFT's, het blijven toch de Pokémon-kaartjes van de crypto-enthousiastelingen, hè? Of het in deze vorm iets gaat worden. Nou, ik denk nog altijd dat die vroege NFT's, die eerste NFT's, dat die naar de toekomst toe, wanneer NFT's in allerlei verschijningsvormen, ze gaan wel degelijk een grote waarde voor deze wereld hebben, non-fungible tokens, want het zijn niet alleen maar plaatjes of bewegende plaatjes. Je kunt er eigenaarschap aan verbinden, ook eigenaarschap van real world assets, iets wat in die echte wereld plaatsvindt. Of misschien koop je een NFT of een deel NFT op een carrière van iemand waar jij in wilt investeren. En wanneer die persoon later succesvol wordt, dan vloeit dat in dividendvorm in meervoud naar je terug. Ja, er zijn allerlei mogelijkheden denkbaar. Muziekrechten, auteursrechten, alles kan in een NFT vorm uiteindelijk gaan verschijnen. Maar dan moet natuurlijk wel die onderliggende blockchain, die moet helemaal veilig zijn en ik denk in dit geval ook wettelijk heel goed dichtgetimmerd gereguleerd zijn. En niet het wilde westen zoals Ethereum fundamenteel nu nog is of Solana die een chain kan platgooien tijdelijk weer, maar dat dan ook 5, 6, 7 keer doet of eventjes een account gaan overnemen van een whale. Nou, dat is natuurlijk geen basis om een NFT op te gaan bouwen. Ja, dus, hou het hoofd koel en laat al het bearmarkt nieuws maar eens voorbij komen. Het hoort ook echt bij deze fase. En het kaf wordt van het koren gescheiden, heb ik eerder al gezegd. Hè? En je moet deze maanden eventjes doorslikken, zou ik zeggen. En vertrouwen erop dat er betere tijden staan te komen. En ik denk dat die tijden staan te komen op het moment dat de Fed en de ECB ook, maar dat ze inzien dat het helemaal niet goed gaat met, dat wil ik sowieso even nog laten zien, dat het helemaal niet goed gaat met de acties die ze nu hebben ondernomen. De rente, 75% naar boven. En dat weer op de markt brengen van de assets die ze op hebben gekocht. En dan wil ik je nog even meegeven dat als je een beetje Engels kent, dan raad ik je aan deze video's te gaan kijken wat Bitcoin dit is. Hyperinflation coming met Preston Pies. Preston Peace. Ja, ik denk dat dat de goede naam is. Preston Peace. Kan heel goed. Hij legt eerst in een Jip en Janneke taal aan de hand van twee monopolieborden uit
wat hoe quantitative easing inwerkt op de markt, of UBI, Universal Basic Income, of al dat andere tweaken wat zo graag die centrale banken menen te moeten doen dat goed is voor de economie. Veel beter kunnen ze daarvan afblijven. Dat we aan het einde zitten van die long-term debt cycle, die lange termijn schuldencyclus, waar Ray Dalio ook over spreekt. De bijna onvermijdelijke ellende, hoge inflatie die op iedereen af gaat komen. Hoe wrang de wereld eruit gezien zou hebben wanneer Bitcoin daar niet was als reddingsboot voor op het moment dat het dadelijk allemaal misgaat. En het is eigenlijk al mis aan het gaan, maar het gaat nog veel erger mis. Dat is dan ook mijn overtuiging. En dat binnen 6 tot 12 maanden die Fed dadelijk echt in gaat stappen. En hij stelt minstens 5 tot 10 biljoen aan UBI de markt op gaat gooien, bijvoorbeeld om brandstofkosten te verzachten. Dat zie je nou al in Amerika een dergelijk plan ontstaan. Hè. En je ziet trouwens ook in Oostenrijk, is ook weer gestemd om de burger zoveel te gaan geven. En dan, dat helpt natuurlijk helemaal niet tegen inflatie. En het helpt vooral om de kiezer eventjes tijdelijk gunstig te stemmen. En op een langere termijn verhevigt het juist inflatie. Maar goed, dat is allemaal snelle blabla van meeste crypto. De goede onderbouwing. Het goede verhaal hierbij, neem er even gewoon anderhalf uur de tijd voor. Misschien interesseert je niet genoeg, dan doe je dat niet. Hè? Ik laat er even bij, genoeg blablaat mijzelf. Ik ga even weer genieten van het in elkaar zetten van deze video. Ja, dat is me toch genieten geblazen, dat editen. Nou. Weekend staat voor de deur. Ga er iets leuks mee doen, toch? Zonnetje schijnt dadelijk weer hopelijk. Niet vandaag, maar de komende dagen. Maak er iets moois van. En mensen, goed op je portfolio. Doei!